Goedenavond allemaal. Vandaag is het dinsdag, 2 dagen na de laatste wedstrijd in Arendonk, waarvan vandaag ook het verslag online is gekomen. Dus als je het nog niet gekeken hebt, kunt je dat gaan doen. En het is een heel goed verslag, want we hebben weer gewonnen. 2 keer op rij. Nu, vandaag gaan we het niet alweer daarover hebben, dat is om. We kijken alweer volle bak naar de volgende koers. En de volgende koers, dat is nu over exact een maand. Gaat dat ook in Maasmechelen zijn? Begin juli. Nee, gaat dat terug in Maasmechelen zijn? Begin juli. En wat ik vandaag eigenlijk van plan ben om te doen, is de hulk helemaal poetsen. Omdat hier nog staat hoe dat hij van Arendonk teruggekomen is. Dus eigenlijk poetsen, het gewone wat je me al 1000 keer hebt zien doen. Dus omhoog, wielen er vanaf, alles goed nakijken, goed het vuil overal afspuiten. En dan kijken hoe laat het is, anders zet ik hem daarna nog even op de hefbrug. Voor gewoon als vluchtig hier en daar wat zaken na te lopen, zou ik zeker weten dat er geen hele grote problemen zijn. Waar ik direct aan zou moeten beginnen, om anders in tijdsnood te komen. Nu, autospoetsen heb je al zo vaak zien doen, dus gaan we vandaag gewoon een snelle cleaning montage doen. In 3, 2, 1, go! Voilà, de hulk die staat er weer proper bij. Alles netjes afgewassen, alle vulligheid er vanaf. En terug de 15 inch velgen eronder voor hier in de garage te staan. Zodat ik in mijn goede wielen geen vlakke kant krijg van het stilstaan. Nu alles gepoetst is, hebben we ook weer direct een goed zicht op welke Shai we het weekend gereden hebben. Want we weten allemaal ondertussen Shai moet er zien. Dus gaan we eens kijken wat er aan is. Het eerste kleine puntje, dat is hierachter. Een klein scheurtje waar ik een toxic heb gehad van iemand. Wat hebben we nog gehad? Hier hebben we ook een tik gehad. Van wie dat is geweest, weet ik ook niet. Maar dat is allemaal een klein beetje cosmetische schade. Valt nog niet zo mee. Die deur, die zit moeilijk op camera. Dat is ook een redelijke golfplaat geworden. Van een duel wat ik heb gehad. Met Davy Wijnand. Ik zal het beeld van het duel hier nu laten komen. Tik. Dus het was niet meer als een koersfeit. Ik zal een klein gaatje hebben gelaten. Waar Davy in heeft willen duiken. Waar we elkaar geraakt hebben. Dat is crossen, dat hoort er niet helemaal bij. Die deur ga ik dus eruit pakken. Uitkloppen langs binnen. En dan zal het meeste van die blus wel weg zijn. Verder de strepen, gelijk die witte strepen en dergelijke wat daar en daar hangen. Dat kan ik gewoon afwassen. Met wat thinner. Wat hebben we verder nog? Van voor, ah ja, hier van de eerste reeks mijn duel met John heb ik wat Bordeaux verf erop hangen. En dan heb ik hem hier in een keer geraakt. Dus dat plaatje, dat moet ik even afpakken, terug rechtkloppen en terug vastmaken.
En dan verder de gewone steenslag op de bumper, die we dan ook nogmaals voor een keer opnieuw gaan spuiten. Dus eigenlijk valt de cosmetische schade allemaal mee. De rest van de schade, dat ga ik nu moeten gaan nakijken. Want ik ga de auto nog heel even op hefbrug zetten om te kijken. Ik heb juist de wiel ervan afgehaald, ik heb alles al redelijk gecontroleerd. Op het oog, het zag er allemaal redelijk goed uit. Ik heb ook niet het gevoel dat er ergens in de wagen iets scheelt. Maar ik ga hem toch even op de brug zetten. Om zeker te zijn dat er geen heel grote dingen zijn. Zodat we zeker op tijd stukken moeten bestellen. Dus ik heb de hulde even snel overlopen en alles snel even nagekeken. En buiten het feit dat er toch nog veel modder onder hangt, maar vanaf ik lang heb liggen poetsen, staan alle merkpunten en merktekens die ik gemaakt heb, staan hier nog allemaal op de juiste plaats. Ik zie eigenlijk niks speciaals waar ik extra aandacht aan zou moeten besteden. Hop. Dus zo, voilà, wil ik toch erbij. Ik zie eigenlijk niks waar ik extra aandacht aan zou moeten besteden. Dus rest me nog te doen: schokdemper smeren, remmen losmaken, proper maken en terug in inzetten. Ze zijn nog altijd mooi gangbaar de remmen, maar eerder gewoon voor nogmaals extra te controleren, ze nog eens zuiver te maken, dat soort zaken. Ik ga ze wel beter moeten ontvetten als ik terug in insteek, want ik had dit keer de indruk dat ik in de training toch wel een paar rondes nodig had voor terug wat gevoel in die remmen te krijgen en daarna was eigenlijk, ja, dat zijn van die standaard remmen, hè. En het is goed en het werkt goed, maar ik voel dat ik daarmee aan het maximum zit. Dus eigenlijk weer een werkpuntje. Het volgende wat we aan de auto zouden kunnen verbeteren zou gerust een setje remmen mogen zijn die wat groter zijn, wat dikker klauwen, maar dat komt nog wel. Dus remmen, schokdempers sowieso, motorolie ga ik even spelen, maar dat lijkt, ik kan me niet voorstellen dat er veel weg zou zijn, want voor de finale was er geen druppel uit en ik heb nergens een lek gevonden. Ik heb hierachter, ik heb achter het motorblok een sensor gehad die ik moet herstellen. Dat ga ik even laten zien. Voilà. Daar, zo. Voilà. Die sensor, die lekt de olie. Dan heb ik daar een andere sensor in gezet. En die lekt geen olie meer, dus dat is ook fijn opgelost. Dus ja, het valt eigenlijk allemaal redelijk goed mee. Gelukkig heeft zich goed geweerd en zich goed gehouden naar een donk. Even boven alles nakijken. Ik weet niet of je het kunt zien, maar er is een heel klein beetje olie. Ja, precies. Het is iets van niks. Wat we moeten bijvullen. Maar de olie is wel nog heel mooi klaar. En er zit ook nog maar één wedstrijd in. Dus dat is gewoon een beetje bijvullen. Voor de rest, mijn motorstoelen staan zo te zien nog allemaal op hun merktekens. Dus ja, dat ziet er allemaal redelijk goed uit. Perfect. Oké. Dus het doel van vandaag was om de auto te poetsen en te controleren of we geen gekke dingen tegenkwamen. En die ben ik ook niet echt tegengekomen. Het ziet eruit dat gewoon het normale onderhoud nodig gaat zijn aan de wagen. Des te beter. Dus wat gaat er nog zijn? Het gaat wat cosmetische schade maken zijn. De bumper van voor opnieuw spuiten. Die bluts eruit halen wat erin zit. Die deur uit blutsen. Dan is het cosmetische deel achter de rug. Dan de schokdemper smeren, de remmen proper maken, loshalen, terug ineenzetten.
En als dat dan gedaan is, dan heb ik nog een klein projectje wat ik nog ga doen eraan. Maar dat ga ik pas vertellen als het zover is. Dus, het valt allemaal reuze mee. Hulk heeft zich heel, heel goed gedragen in Arendonk en is er heel goed uitgekomen. Beetje te goed, want ik ben hem gewend van normaal dat hij heel verwerkt heeft aan de auto. Dus, maar ja, ik kom niks tegen, dus dan zal het wel allemaal in orde zijn. Hè. Goed, in alle geval, bedankt voor het kijken. Dit was mijn dinsdagavond. Zondagavond was ik pas laat terug van Arendonk en ben nog een pintje gaan drinken met mijn vader, met Margot en met Bram in Café Bloemenhof. 12 uur in bed. Gisteren heb ik de mobiloom leeggemaakt en gepoetst en het filmpje gemonteerd van de wedstrijd zelf tot 1 uur s'nachts. En dan vandaag, nu is ondertussen alweer ja, 9:45. Dus tegen dat ik hier weg ben gaat het ook 10 uur zijn. Dus vind ik het de voorbije dagen wel goed geweest. Morgen gaan we niks doen en dan kijken wat Margot zegt. Anders denk ik dat ik donderdag nog een beetje kom doden aan de hulk. Want op het moment dat de hulk weer klaar is, kunnen we doden. En project AE86. De bedoeling was om die voor de zomer klaar te hebben. Het gaat alweer niet lukken. Maar ja, goed. Bedankt voor het kijken. Zoals altijd, abonneer je op mijn kanaal. Er komen regelmatig mensen op de wedstrijden tegen mij zeggen dat ze me volgen op YouTube. Dat ze het plezant vinden. Dat is altijd fijn om te horen natuurlijk. Tot de volgende keer. En jongens, denk eraan. Schaai moet er zien.